Oh. Lekker vrouwtje, waar kijk je me toch aardig aan? En dan nog nooit in een hart zo gezien? We moeten vragen kijken. Wat zit er dan zo? Hé, maar dat gaar is wel eens goed aan het kijken. Huh, die mutsen en die peksjes, wat ze hebben. Dat kan echt niet meer, hè. Maar dan heb ik het nog niet over die taal gehad, hè, wij spreken, hè. Dat is pure parodie, hè. Ja, echt. Als ik bijvoorbeeld tegen jullie zeg, I love flow, saai, Hannes met tak. Ik hou van de zee, ik hou van de rotsen. Maar het jou die moet verrekt kotsen. Maar ik kan daar leven, hè. Ja, want ik ben de enige echt aardig. Maar ik ga je ook naar de derde man niet kennen. Maar wel goed, hè, dat ik naar uitgenodigd heb. En toen kwam mijn buurt over mijn werk, hè? Huh. Want die people, die stukjes kregen over me in de krant, hè? Ja, wij wat stukjes moeten schrijven. Dan had ik hier niet hoeven te zijn, hè? En van dat spullen argument moeten zorgen hier in de Tonbuurt, hè? Diegene die dat uitgevonden had, of over mijn eerste de Ton helemaal meegezogen. Anders hadden je zo van die stand in de buurt, hè? Merk eens. Ik ben Benny. Benny van Gisteren. Nou, jarenlang stars beloofd hebben, in de koepel en in de Belmer. Worden een keer losgelaten. Blijkt er nog ruwe kansen te zijn op de arbeidsmarkt. Hè? Heb ik het nou gevonden? Hè? Ja, een gat in de markt. Ik ben sinds kort van beroep. Oh, zo leuk. Maar vroeger, hè. Zodat we vrije beroep zijn, hè. Maar dan moeten we eigenlijk wat inlaat schrijven. Bij de kamer van Koophand, zei die vent, jij een baan, Benny? Dat lief je. Nee, dat is niet vroeger. Durm is nou argeloog. Maar er is werk zat in een vak, hè. Ja, want 1 op 4 is niet goed bij zijn hoofd, hè. Maar ik wou dat maar eens nog, hè, bij 3 van mijn vrienden. Dat zijn normaal, hè. Je moet het zo zien. Ja, een huisarts weet van veel dingen niet. Een specialist van een biertje, heel veel. Maar ik weet van niks alles. Je moet me nou ook niet verwarren met een psycholoog, hè. Nee, want die luistert wel. En dat doe ik niet zeker, hè. En op al jullie vragen, hè, geef ik netjes advies, hè. Zo netjes, dat er net niks mee kunt. Ja, ik moet wel, hè. Ik ben nu in het vak. Dan kom ik jullie niet meer terug, hè. En ik moet wel een plankje blijven houden, hè. Dat mag me aan je slechts uitgenoemd bij een theekrantje. Ging het toch bijna fout. Zit het mijn vrouw, hè. Hey, wat ben jij, sukkel? Je bedoelt super uniek. Kei knap en leuk. Ja, hé. Hey. Maar als je bij mij nog een bank schrijft, hè, dan kost het elke vraag 50 euro. Van de rekening? 50 euro? Is dat niet duur? Ja, ja, dat is de volgende vraag. Maar soms, hè, dan stellen ze in korte tijd zoveel vragen, hè, en als ze dan beginnen dit te krijgen, wel echt voor je kosten. Dan wordt het lekker rustig. Ja, dan gooi ik mijn voetjes op tafel. Pilsje erbij. Is het tijd? Begrijp ik ze moe naar de deur. En dan meteen cash. Van de week kwam er een vrouw bij mij aan. Niemand begrijpt mij. Hoe bedoel je? Nou, ik voel me zo klein. Ah, dat is geen enkel probleem. Probeer dat mij als rustig op dat bankje te klimmen. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik wil er een eind aan maken. Ja, dat snap ik. Maar kunnen dan wel even van de beurt afrekenen? Ha, en vanmiddag of mij nog? Toch, kwam een wens een vrouw kunnen worden. Ben, ik weet niet wat je met haar gedaan hebt. Ze is nu 2 keer bij jou geweest. En ze maalt niet meer. Ze kookt wel lekker. Zelfs ons seksleven daar ook wel hebben. Nou, jongen, maar kijk maar eens op de bankrekening. Dan zullen we ook zo hier zijn.
trouwens net Arthur Cruise ook nog bij gezien. Ja, de schat voor achterkwam met hem. Ben, ik heb een dik probleem. Maar die verder, die weet het niet. Ben, ik lieg en ik stiel, ik stiel, ik stiel. Maar jongen, had je wel pilletjes gegeven, hè? Je werkt echt. Zo niet, maar ik kan kleuren televisie knallen. Welke kleur had je al gegeven? Lichtblauw, denk ik. En die waren eigenlijk voor de printerpul. Een rokje niet uit zijn bed, hè. Maar voor de handicap, hè. Doe ik het ook voor de telefonisch, hè. Dat kost mij de helft, hè. Voor degene die mijn nummer wil hebben, dat is 06-276-24-225. Oftewel, 06 asociaal. Met Benny tegen echt aan zo, zeg maar. Hé, hey, Bucky. Ja. 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 Hé, hey, daar zijn nou drie vragen, hè. Dat is 75 euro, hè. Hoe zit er ergens in de zaal? Dan kom ik dadelijk alles afrekenen. Maar nou even serieus, mensen. Hè? Om voor jullie nog makkelijker te maken, hè? Heb ik een keuze nu gemaakt. Hè? Ik zal het daar al eens een keer oplezen. Ja? Dus als je me belt, hè? Dan hoef ik niet zo lang te wachten, maar gok het even leuk. Want jullie tijd is wel mijn geld. Hè? Ja, ik zeg het maar één keer. Hè? Dus echt eens opletten. Nou. Heb een dwangneurose. Toestand herhaaldelijk een enge. Ben je niet zelfstandig, dan zul je even aan iemand moeten gaan vragen of die voor jou een tweeën wil doen. Ben je schizofreen, dan moet je echt eens goed luisteren naar een stem in je hoofd die zegt welk nummer daarin moet houden. Heb je een meervoudige persoonlijkheidstoornis? Dus dan 3, 4, 5 en een 6. Ben je dyslexisch? Dus dan 6, 9, 9, 6, 6, 9, 9, 6. Heb een korte termijn geheugen? Dus dan een 9. Heb een korte termijn geheugen? Dus dan een 9. Hoe was het nou, hè? Oh ja. Heb een korte termijn geheugen? Toen gaan we mee. Maar heb een minderwaardigheidscomplex, hè? Hang dan gewoon op, want al onze medewerkers zijn veel te druk met hem te vissen. Goh, ze belden die stomme riepen naar op, hè? Helemaal in paniek. Nee, help me, ik weet het niet meer. Wat is het probleem? Nou, mijn man is net uit de kast gekomen. Mijn zoon en dochter hebben samen een relatie. Als ik in de spiegel kijk, zie ik dat oud en lelijk wordt. Mijn oor werkt alles nog goed. Hart, dank je, Benny, dank je. Tot overmaat van moet ik op een grafnis van mijn schoonmoeder. Ja, wie zou dat niet willen? Oh. Dank je, Benny, dat lukt op. Wat ben ik je verschuldigd? Oh, dan moet ik echt eens gewoon naar het Noordermis, naar Café de Nekker gaan, hè. En mijn rekening van gisteren betalen, hè. Dan zal het wel goed zijn. Tenslotte ben ik de broers van ook niet, hè. Maar zo bel ik zelf ook wel eens rond, hè. Ja. Als ik zie mij een beetje weer gediend wordt, bel ik mooi mijn klantjes af. Voor smiddags. Hey, die stellen dan ook weer vragen. Minimaal eentje. Wanneer dat ze wel graag kunnen, hè. Dus als je met men in de ton ligt, hè. Of in de ton, hè. Een bankje. Ja, dat is klaar, hè. Als je met men op dat bankje ligt, hè. Hé, hey, dan staat je teller al niet meer op nul, hè. Zo had ik eergisteren een smaak in mijn zak afgebeld. Kwam ik in de smiddag nog tegen. Had je daar heel ongespaard. Benny, ik durf niet naar huis zo. Mijn vrouw. Nou, voor 25 euro zal ik gewoon een tip geven. Hè. Als je nou slim bent, hè, dan stopt er 50 euro los in mijn zak. Hè. Zeg dat een ander jongen en dat voor de stomme reis. Lag je vanmiddag bij mij op dat bankje. En? Niet goed. Ik kwam thuis aan.
vertel me dat verhaal van jou. Pak mevrouw de jas, pak ze toch 100 euro uit. Ze zei, het was toch maar 50 euro. Ja, dat klopt, maar ik was vergeten te zeggen dat er ook nog iemand in mijn broekje scheet had. Oh, ik moet gaan, mensen. Ik zie dat het tapijtcentrum mooi dicht is, hè. En mijn maat en ik gaan dadelijk, proletarische shoppen vullen naar de bankstelling, hè. Maar met een avond begint dat aardig te versletten. Maar, hoe lossen we dat nou op? Ik ben eerst een paar uur niet bereikbaar, hè. Maar, dat is niet zo erg, hè. Kun je blijven je toch luisteren naar je slappe kluis, hè. Telefoon, hè. Met Benny, de enige echte ASO, zeg maar. Hé, hey, maat. Ja, ik heb nog 5 minuten, ik stond een pins op. Ja, jongen, ze trappen overal in. Ja, daar wordt hij makkelijk geld verdienen. Ja, ze drinken er helemaal niks van. Ja. Oei. Oei. Dus mensen, ASO vrouw, saai, aans met tak. Ja? Ben je legaal of illegaal? Wil je van mijn geld af? Bel 06 Asociaal. Hartelijk. Ja,